Goedemorgen. Nou, kom maar zitten dan. Ik heb de hele nacht natuurlijk contemplerend doorgebracht. Hè? Dat zie ik wel, niemand heeft geslapen. Lekker zelf ondergezoekt. Wie? Iemand? Iets? Jij? En soms vraag ik me af, wie ziet het? Die ziet wat ik doe. Is dat toch mijn mentale deel die dat ziet? Of? Als je het je afvraagt, dat is eigenlijk een denkproces, hè? Ja. Dat denkproces wordt gezien. Ja. Daar kun je gewoon niet omheen. Dus dat is niet iets heel bijzonders eigenlijk. Het is heel bijzonder dat zo weinig opgemerkt wordt. Maar dat licht, om het maar even zo te noemen, staat de hele tijd aan. Wat er ook voor verschijnt. En wat verschijnt er voor, zal ik maar zeggen? Gedachten, gevoelens, fysieke sensaties, objecten, bewegingen, geluiden. Net als deze ruimte, daar gebeurt van alles in. Maar die ruimte wordt daar niet anders van. Die is gewoon beschikbaar. Ja, net toen ik hier binnenkwam, voelde ik enorme drukte in me. Maar toen voelde ik wel dat ik dat gewoon kon zien. En toen was het ook weg. Voilà. Terwijl de normale modus is, of kan zijn, we constateren dat er drukte is en dan gaan we die drukte weg willen hebben. Wat tot nog meer drukte leidt, want dan heb je drukte plus de repressie daarvan. En ja, dan wordt het nog erger. Ja. Terwijl als je terugkeert, als het ware, tot die waarnemendheid, of hoe je het wil noemen, dan vrij snel vallen dingen uit elkaar. Vanzelf, zonder dat je iets doet dus. Ja, ik wou het ook niet per se weg hebben. Nee, exact. Maar dat is dus gewoon een logisch gevolg van even terugzakken in jezelf, zou ik maar zeggen. Doelloos. Yes. Wat voor het ego dus heel vervelend is, doelloos. Want die leeft op plannetjes en bereiken en toekomst en ergens naartoe. Maar wat je werkelijk bent, is alleen maar. En dat wat is, is dus al gearriveerd en heeft dus niet nog een extra doel. Ergens anders. Want er is op dat level niet een ergens anders. Of iets meer. Ja, wat ik me vanochtend wel afvroeg, was in die doelloosheid of in dat zijn, hoe kan je dan nog iets heel mooi vinden en iets anders heel lelijk is? Punt 1, waarom zou dat belangrijk zijn? Wat zou er nou voor vreselijks verloren raken als je nooit meer iets lelijk of mooi zou vinden? Wat is daar zo erg aan? Waarmee ik overigens niet zeg dat als er ontwaken is of whatever, dat er dan niks meer mooi of lelijk gevonden kan worden. Maar het is niet relevant. Hmm. En wat mensen heel veel doen, is de normale ego-mind positie nemen, daar een aantal gewoontes uithalen en zeggen van, ja, maar in de toestand van zijn is dat er niet. Dus zijn is niks aan. Waarmee ze in feite alleen maar aangeven hoe verknocht ze zijn aan die ego-mind-toestand. Die altijd in conflicten en leuk en niet leuk en bezig is. Dus dan ga je zeg maar de aandoening als norm nemen om vrijheid te veroordelen. Is dit nog te volgen?
de aandoening? Ja, de aandoening van ego mind hier. Ja, dit vind ik mooi, dit vind ik niet mooi, dit wil ik hebben, dat wil ik niet hebben. Dus dat hele dualistische gedoe, wat de basis van lijden is eigenlijk, dat gaan we dan als meetlat gebruiken om het zijn te beoordelen en dus af te keuren. Want ja, dan is dit er niet en dat er niet. Nee, natuurlijk niet. Daarom heet het bevrijding. Dus de bevrijding van al dat soort shit die we normaal voor normaal houden. Maar vanuit vrijheid gezien een aandoening is. Een ander punt is, punt 2, op het moment dat jij gewoon werkelijk helemaal bent, is er helemaal geen instantie aanwezig om iets ergens van te vinden. Dus komt die vraag ook niet op. Die vraag komt dus alleen op in de mind-toestand. Mm-hmm. Dus dat is weer, als de aandoening actief is, kunnen dat soort vragen opkomen. Als de aandoening afwezig is, een van de kenmerken ervan is dat er geen vragen opkomen. Dus niet dat je antwoorden krijgt, maar dat er zijn gewoon geen vragen. Alle vragen op het moment dat je gearriveerd bent zijn, hoe zeg je dat? Nonsens. Nonsens. Ja, it doesn't make sense, weet je wel. Er valt niks te vragen. Ik moet me eerst verwijderen van mezelf, zou ik maar zeggen, om vragen te kunnen stellen, tenzij het op een technisch level is. Maar levensvragen of spirituele vragen of vragen van levensbeschouwelijke of zingevingsaard, die komen alleen voor vanuit identificatie, nooit vanuit vrijheid. Dat vind ik dan heel geestig, maar ja, oké. Dus daar moet je maar eens op letten. Daar kun je zo'n spiritueel hulpmiddel bij gebruiken. Dat die vragen die zo af en toe eens opkomen, die kun je gewoon noteren. En dan hoef je eigenlijk maar één testvraag te stellen. Is dit de mind die deze vraag stelt? Of dat? En het antwoord zal altijd hetzelfde zijn. Tadaa! Door naar de volgende ronde. Altijd. En jij, waarnemendheid, ziet de mind die vraag op laten komen, daarmee bezig gaan, proberen een antwoord te vinden, denken dat het vinden van een antwoord iets zal oplossen of veranderen, wat allemaal niet waar is. Dat is heel grappig. Hij is nog niet helemaal zeker of hij dat wel zo leuk vindt. Okay.